Ik heb voor het Oscar de Middag gekozen omdat mijn zus ook op deze school zit en ik leuke verhalen erover hoorde. En wat blijkt, het is ook echt leuk op deze school. Vrienden om je heen, gezellig, iedereen gaat met elkaar om. Handig gedrag is een manier om aan te geven wat we graag zien in school en in de gangen en in de lokalen. Dus we geven duidelijk overal aan wat we wel van je verwachten. Dat is belangrijk om het positief te benaderen, maar ook om heel duidelijk te zijn wat we dan precies willen. Nou, KIK is bij ons op school een vak waarin wij werken aan de sociaal-emotionele competenties. Maar wat is dat dan? Eigenlijk leer je in KIK het besef over jezelf, maar ook het besef over anderen. We leren je keuzes maken en dat doen wij op een hele leuke, sportieve manier met elkaar. In de KIK-lessen doe je gewoon veel spelletjes samen. Want nu deden we een spelletje dat je dan bijvoorbeeld iets met steen, papier, schaar moest doen tegen elkaar. En dat is dan wel leuk, omdat je dan gewoon toch met elkaar iets doet. Wij zijn er eigenlijk van overtuigd op het moment dat jij je prettig voelt hier op school en anderen voelen zich ook prettig, dat het dus bijdraagt aan een hele leuke sfeer hier op Oscar Romero. Ik merk dat er op het Oscar Romero een hele goede sfeer hangt. Nou, dat begint al 's ochtends. Wij als conciërge staan dan 's ochtends bij de fietsen waar de leerlingen binnenkomen. En dan begin je met een goede morgen en dan krijg je meestal een glimlach en een goede morgen terug. Je hebt goede begeleiding en de sfeer is altijd gezellig. Ik vind de sfeer in de klas heel erg leuk, omdat ik nu met mijn vriendin in de klas zit en ik altijd met haar wel kan lachen. Maar wanneer we serieus moeten zijn, zijn we wel gewoon echt serieus aan ons werk.